Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het woensdag. In de vorige vlog heb ik jullie meegenomen naar de kust, de Zeeuwse kust. En vandaag gaan we weer een tripje maken. En dit keer gaan we naar Duitsland. We gaan weer ons best doen om wat mooie beelden te schieten voor deze vlog. Dus we zullen zien wat we zullen tegenkomen vandaag. Dit keer gaan we richting het noorden van Duitsland. Daar is het meer een woestenij dan in de rest van Duitsland, zoals ik dat in vorige vlogs heb laten zien. Maar goed, ik neem aan dat we nog steeds mooie beelden zullen schieten voor de vlog vandaag. En ik heb jullie een paar vlogs geleden wel verteld over hoe mijn begeleidster bij Mikey ermee ophoudt omdat ze een nieuwe baan heeft gevonden. Nou, ik had toen ook gezegd dat we zouden zien of we verder wouden bij Mikey met een andere begeleider of dat we iets anders zouden vinden. Nou, we hebben maar besloten om ergens anders te gaan zoeken. Want Mikey had ons gisteren of zoiets een e-mail gestuurd. En de toon van die e-mail stond ons niet aan. De toon van die e-mail die zei zo ongeveer over mij in de weekendopvang. We zoeken wel even iemand anders om voor de kleuterklas te zetten. Zo van, we zoeken wel iemand waar Alex het mee kan vinden en dan is het allemaal goed. Nou, zo werkt dat niet bij ons in dit huishouden. Dus in dat opzicht is Mikey hem op dit moment zo nutteloos als borst op een stier. En daarbij, de tarieven op Mikey begonnen ook heel erg hoog te worden. Dus dat is nog een reden waarom we hebben besloten om bij Mikey te vertrekken. En dus ga ik de komende tijd veel meer met mijn ouders doen. Maar de mensen bij Talant die gaan ook met ons meedenken. En dan gaan we proberen om iets nieuws te vinden qua weekendopvang. Waar ik van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kan zitten. En waar ik 1-op-1 begeleiding kan krijgen. Want wanneer het op weekendopvang aankomt, kan ik echt niet in een groep werken. Ik bedoel, wanneer ik in de taxi naar mijn werk zit, dan word ik ook altijd alleen vervoerd. Dat is nou eenmaal wat ik nodig heb. En dat soort dingen. Maar in ieder geval, we zijn zoekende naar iets nieuws. En we gaan dan proberen. En dan zien we uiteindelijk wel wat er op ons pad terecht komt. In ieder geval, vandaag gaan we weer een avontuur in Duitsland beleven. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Nou, Rhino's, we zijn nu officieel in het Duitsland aangekomen. Wie weet wat voor grote avonturen we hier zullen beleven vandaag. Ik kijk er in ieder geval naar uit om die avonturen voor jullie vast te leggen. Dus laat het Duitse avontuur beginnen, al zeg ik het zelf.
Zo, we staan nu op een rustplaats langs de autobaan. Het werd namelijk wel eens tijd om even te gaan rusten en even wat te eten en te drinken. Want dat was ook alweer een paar uur geleden. Ik bedoel, ik heb sinds mijn ontbijt niks meer gegeten. Dus dan werd het inderdaad wel weer eens tijd om even een bammetje of zoiets te gaan eten. En dat heb ik dus gedaan. Mijn vader was van plan om straks weer richting Nederland te trekken. Zelf ben ik nog niet uitgekeken hier in Duitsland. Maar mijn vader stelde me zo gerust dat we nog lang niet in Nederland zijn. We moeten in ieder geval ook even een tankstation opzoeken, want we hebben niet zoveel benzine meer. En we willen niet met een lege benzinetank langs de autobaan komen te staan. Dus dan moeten we eerst ook maar eens even een tankstation gaan opzoeken. Willen we dat voorkomen? Ik zal in ieder geval mijn best doen om nog wat mooie beelden voor de vlog te schieten voor jullie rhino's. Ik weet niet hoe lang dit Duitse avontuur nog gaat duren, maar we zullen wel zien waar dat avontuur eindigt. Zo, rhino's, wat vinden jullie van deze mooie Duitse kerk? Dit leek me nou echt een typisch mooi stukje Duitsland wat ik jullie wel kon laten zien. Ik geef jullie eerlijk toe, hier in het noorden van Duitsland is niet veel soeps te beleven. Qua Noord-Duitsland lijkt het wel heel erg op Nederland. Als je echt typisch Duitse dingen wilt zien, zoals Duitse landschappen, dan moet je echt meer in het midden en zuiden van Duitsland zijn. Maar hey, dit is ook wel een mooi stukje Duitsland, dacht ik zo. Zo'n typisch Duitse kerk. Als ik verder nog wat mooie Duitse dingen zie onderweg, dan laat ik het jullie weten. Zoals ik al zei, we gaan spoedig terug naar Nederland. Maar voorlopig gaan we proberen om nog even wat van Duitsland mee te pikken. We zijn weer in Nederland. Zoals ik heb gezegd, het Duitse avontuur stelt vandaag niet heel veel voor. Maar ja, dat kun je wel verwachten in het noorden van Duitsland. De volgende keer gaan we weer proberen om richting het midden en het zuiden van Duitsland te trekken.
zodat we wat meer van het heuvelachtige landschap kunnen zien. In ieder geval, we zijn weer in Nederland. We gaan hier ook proberen om wat avonturen te beleven. En dan zien we wel verder wat er vandaag gaat gebeuren. Zo, Rhino's, ik denk dat we er weer een leuke dag van hebben gemaakt vandaag. We zijn lekker een stukje Duitsland in geweest. En nadat we weer terug waren in Nederland, ben ik met mijn ouders nog even in het winkelcentrum van Emmen geweest. En daarna zijn we weer lekker op huis aangegaan. Al met al denk ik dat we er wel een goede dag van hebben gemaakt. Zoals ik al zei, het Duitse avontuur stelde dit zo'n keer niet zo heel veel voor. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van dat er in Noord-Duitsland niet zoveel interessants te vinden is. Om de echt heuvelachtige Duitse landschappen te vinden, dan moet je meer naar het midden en zuiden van Duitsland gaan. Daar vind je dat soort interessante landschappen meer. Maar misschien doen we dat de volgende keer. Maar voorlopig gaan we de vlog afsluiten. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale marihuana kan roken. En abonneer gelijk mijn kanaal hier beneden. En ik hoop jullie weer te zien bij gloednieuwe vloggen. Dus ik nu zoals altijd, later.